Hallo, mijn naam is Martijn Hazeleger van het bedrijf ProSocial. Ik wil jullie graag gaan helpen om krachtiger om te gaan met de tool LinkedIn. Ik heb een eigen bedrijf, SoMe, waarbij ik bedrijven adviseer hoe om te gaan met social media en hoe ze dat beter in kunnen gaan zetten voor hun bedrijf. Ik doe dat onder andere voor Philips, voor Rabobank en voor Scania. Dat zijn een aantal van mijn grotere klanten en daarnaast help ik heel veel ondernemers om op persoonlijk vlak zichzelf ook te kunnen profileren. Dus dat kun je als bedrijf uitstekend, maar kun je natuurlijk ook als persoon kun je uitstekend profileren. Nou, ik wil vanavond even stilstaan bij het volgende. Ik wil je laten zien hoe je een update kunt gaan delen. Dus dat je een bericht gaat delen met jouw netwerk. Het lijkt allemaal vrij eenvoudig, maar je moet net even weten wat je aan het doen bent. Ik wil dat eventjes doen aan de hand van een voorbeeld. En het voorbeeld wat ik wil gaan gebruiken is een website die ik er even bij ga zoeken. Het is een website waar ik veel informatie vandaan haal. Omdat ik denk dat het een interessante website voor mij is als ondernemer. Die website is ikgastarten.nl, een website van de Rabobank. Nou, als ik op de website kijk, zie ik verschillende onderdelen waarvan ik denk, nou, daar kan ik wat mee als ondernemer. Een van die onderdelen is, hoe creëer je meer business vanuit LinkedIn? Nou, vind ik een leuk artikel uiteraard als LinkedIn specialist. Nou, daar klik ik op. Ik lees het artikel en ik kijk even wat ik van het artikel vind. Bedrijfspagina aanmaken, vindbaarheid vergroten. Dat zijn allemaal dingen die ik ook normaal gesproken behandel in mijn webinars. Maar als ik dit artikel interessant vind, is het eigenlijk vrij eenvoudig om dit artikel te delen. Zeker voor deze website. Omdat die een aantal knoppen heeft. Een aantal social deelknoppen. Nou, dan zie je dat het voor Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+ eenvoudig te doen is om dit artikel te delen. Het enige wat ik hoef te doen, ik klik op de share button. Nou, dan maakt hij automatisch verbinding met mijn LinkedIn profiel. Nou, dan zie je hier linksboven het plaatje staan wat uit het artikel komt. Je ziet de inleidende tekst van het artikel. Je kunt nog switchen tussen de plaatjes. Je kunt kijken welk plaatje het mooiste vindt. Het plaatje past het beste artikel. Nou, het enige wat je hoeft te doen eigenlijk is een inleidende tekst te plaatsen bij het artikel. Dus nou, wat ik zou kunnen doen is dat ik hier aangeef hoe haal je meer business vanuit LinkedIn. Interessant artikel. Nou, dan is dit de begeleidende tekst die bij mijn artikel komt te staan. Nou, dan heb ik de keuze om te zeggen, ik deel die met mijn connecties of ik deel die publiek. Nou, mijn advies zou altijd zijn om dit met iedereen te delen, dus gewoon publiek. En je ziet hier rechtsonder ook nog staan het vinkje voor het Twitter-account. Dus op deze manier deel ik hem automatisch met mijn Twitter-account. In een van mijn andere video's leg ik uit hoe je Twitter-account kunt koppelen aan LinkedIn. Maar dat heb ik al gedaan, dus ik vink hier aan dat ik hem ook op Twitter wil hebben staan. Komt hij automatisch ook op mijn Twitter-account staan. Dan heb ik ook nog de mogelijkheid om te zeggen, ik ga hem posten naar verschillende groepen. Nou, daar kies ik nu even niet voor, maar het is vrij eenvoudig. Op het moment dat ik hier een groep intik die ik ken uit mijn regio, dan tik ik die in. Ik geef hem dezelfde titel als dat ik hem hier plaats en ik stuur hem op die manier ook naar de groep waar ik hem naar zou willen delen. Ik kan ook klikken om hem naar individuele mensen toe te sturen. Als ik hier een naam intik van een van mijn connecties, dan kan ik op die manier ervoor kiezen om die rechtstreeks naar een van mijn connecties te sturen. Dus dan klik ik die aan. Ik plaats een begeleidend tekstje erbij en ik stuur die naar een van mijn connecties. Doe ik nu niet, maar het is vrij eenvoudig om dat op die manier te doen. Op het moment dat ik nu op share zou klikken, deel ik het bericht automatisch met mijn netwerk. Dat ga ik nu doen, want dit artikel heb ik nog niet eerder gedeeld. Ik vind het een leuk artikel. Ik heb het van de week nog even gelezen. Het is absoluut interessant voor je om eens even door te nemen. Dus ik klik op share en hij heeft een bevestiging dat mijn bericht automatisch gedeeld is. Kan ik ook zien op het moment dat ik terugga naar mijn LinkedIn profiel. En ik pas hem even aan naar recente updates. Zitten hier drie hele kleine stippeltjes rechtsboven. Waarbij je kan zeggen, kijk, ik wil niet de top updates zien. Dus de berichten die als top worden aangemerkt door LinkedIn. Maar ik wil de recente updates zien. Dan zie je hier de berichten die gedeeld zijn door mensen uit mijn netwerk. En hier komt straks ook mijn update tussen staan. Duurt altijd eventjes voordat hij ertussen staat. Maar met een beetje geluk, op het moment dat ik hem ververs, komt hij er al tussen te staan. Zou kunnen zijn dat hij er nog niet bij staat. Maar dan zal hij binnen nu een enkele minuten zal die verschijnen. Nee, nog niet. Maar dat gaat binnen enkele seconden gaat dat gebeuren. Nou, ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze tip. Mocht je vragen hebben, schroom niet, stuur me een berichtje op LinkedIn. Stuur me een mailtje naar info@so-me.biz en ik help je graag verder.